kruipjes, kleine pannenkoekjes met chocola. Lekker chocola. Frambozen. Hmm. Ga mee, gaan we maken. We beginnen met de ganache. Ganache is eigenlijk niks anders dan die pot met Nutella die je hebt staan. Weet je wel, gewoon smeerbare chocola. Je ziet een pannetje. Room erin. Even koken. Kijk, ik heb dan van die korrels. Hij heeft gekookt. Chocola erbij. En een klontje boter. Even roeren tot alles is opgenomen. En dan laat je hem staan op keukentemperatuur. Nou, je ziet het. Alles is opgenomen. Een hele mooie glanzende mix. Top. Crepjes maken. Even kijken. Bloem. Kom. Gaatje maken. Eitje. Eitje 1. In de middel. En dan hebben we van die andere gebruiken het eigeel. Dus het eiwit gebruiken we niet. Het eigeel gebruiken we wel in het kuiltje. Daarop gaan we doen de rasp van een halve sinaasappel. En als je dat dan ruikt, het schil, hoe fantastisch lekker dat is. Daarop doen we gesmolten boter, kamertemperatuur. Roeren vanuit het midden. Zo. Kijk, en je maakt een soort van padje, een deeg, een pad. Nou, we hebben een dikke deegbal en het is goed dat die er is, want nu gaan we de melk erbij doen. Eerst dit, daarna de melk. Een klein beetje. Klein beetje. Mmm, lekker. Goede geur. Het laatste. Hoppa. Zo, even kijken of alles erin zit. Nou, volgens mij wel. Beslag. Maak gerust een dag van tevoren. Weet je, laat je 's nachts even rusten. Krijgt hij gewoon nog meer kracht om zich te binden. En wat we doen is in plaats van een kwastje, hebben we een stukje keukenrol. En daarmee ga je ze invetten. Dus kwastjes. Keukenrol. Top. Frambozen liggen hier mooi, beslag staat klaar. Chocola, even kijken. Oh, lekker. Dit ziet er goed uit. En dit noemen ze in de keuken noemen ze het een Jeppie. Why? I don't know. Maar hij heet een Jeppie en is wel een lekker apparaat. Dan kan je gewoon een beetje eronder, hij is flexibel. En dan kan je de crepjes mee losmaken. Pannetje erbij, olietje erin. Lekker. Beetje schudden. Die crepjes, dat is ook gewoon. Doe me denken aan de zomer. En dan weet ik niet waar dat mee te maken heeft, maar volgens mij is het gewoon omdat je dan gewoon toch ergens een beetje tijd hebt. Weet je, denk gewoon, ga lekker crepjes bakken. Crepjes uniform. Kinderen, vrouwen, mannen, ouders. Iedereen houdt van een crepe. En nu is een tip, als je crepjes bakt, dan moet je ze los van elkaar laten afkoelen. Zo, 1. Dus niet bovenop elkaar, gaan ze aan elkaar vastplakken. Maar daarnaast, dat is de crepe truc. En dan zie je die chocola, dat is... dik lopend. Kijk, maar wat lastig kan zijn, is dat hij te dik wordt. Dan moet je hem gewoon weer even in een warm waterbad, op handwarm water. Weet je, zo 40 graden laat je hem even een beetje smelten. Dit noemen ze een slagersfolietje. Ik weet niet waarom. Dik plastic. Heb je dun plastic? Top. Ik doe thuis ook wel eens met aluminiumfolie, dus ik pak gewoon wat er is.
crêpje. Lekkere smeuïge chocola. Herken je de massa van de truffels, van de chocoladetruffels? Twee, zijkant, dam. Twee. Je mag er vier in doen. Nou, misschien doen we nu wel even vier, even kijken of het beter gaat. Zijkant in. Invouwen. Zo, hop. Zo, deze eroverheen. Zo, lekker. Maak ze altijd voor mijn vrouw. Als ik iets van de mot. 1. Klein gleufje ertussen. In de oven. Hoe lang? Volverwarmde oven. Kijk, het bord moet warm zijn. De crème moet warm zijn. En die chocola, die moet gewoon lekker smeuïg zijn. Ik zou zeggen, 60 seconden. En die oven is heet, weet je wel. Dat is een beetje zo'n 180 graden. 60 seconden. Suiker. En natuurlijk een lekker bolletje ijs. Als de zon ondergaat in het mooie Toscane, in het prachtige Zuid-Frankrijk, geweldige Spanje of in ons fantastische Rotterdam, het maakt niet uit, want het is gewoon een geweldig gerecht. En als je hem open gaat snijden, weet je, dan komt de chocola, komt je tegemoet en die frambozen, die blijven gewoon super intact. Dus kijk hoe lekker, hoe smeuig. Ik had je verteld over die bonbon. Dit is een bonbon dessert. Ik zeg geniet ervan.